altijd dan door naar de volgende tour. En vervolgens 1 kilometer, 1 ronde die gelopen wordt. We doen het hierover, Bij de eerste 10 hoor, Bart. Kom op. Oké, helaas, je ligt tweede, hè? Kom op! Ja, hè? Broer? Sef, kom hier staan. Kun je een beetje snel kijken? Nee, zo. De achterstand zet ze iemand in de 17e positie staan. En nu 3. En Fries 3. Oké, helaas. Zet hem op. Vreemdeland zet hem op. En dat was op 4. En dat was 5. Oh my. Dat is na dus de Friese voor Oké, helaas. Goed jongen. Ja, en voor de mensen van de eerste divisie, 15,8 is de watertemperatuur. Hier willen we graag richting het podium rijden. Voor het podium bevindt. Dit is een werkje. Dit is een trimmets. Ja, dat hoeft niet. Ja, zelfs. Maar het hoeft niet helemaal dood te gaan, Sjoerd. Nee, bij hem al. Het is allemaal los. Ja. Hier, dit is de eerste. Kerelen! Hey. Ja, dit is de eerste. Ja? Ja. Oké. Ook in de bak klimmen. Gast erop, hè. Gast erop, hè. Lekker! Kom op, helaas, je ligt 2, hè? Tandje mee, kom op! Helaas, nummer 3. Je mag in de bak, hè?
van die leeftijd. Naar die groene, kom op! Overwinning is daar. Thuis 2 uit Utrecht. Dat zijn de winnaars van vandaag. De laatste man in strijd is op weg richting Hawaii. Want hij kwalificeerde zich. Samen met zijn teammaat komt hij hier hoog op de meet. Typical met Sierpost en Martijn Keizer. Winnaars van de derde divisie. Noord. 60 maat. 4. Dan is de eindoverwinning in de pocket, denk ik. Ja. Ja, maar ik nooit echt wat zeggen natuurlijk officieel over einduitslagen, maar ik denk dat, dat ik bijna met een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan stellen dat Hellas 4 de derde divisie gaat winnen. Hier komen ze aan, het team. En wat doet Hellas het dit jaar dan weer goed? Hier zijn ze terug, Bart van der Wel, Maarten van der Veen, Bart Tiemannans en Rondond. Hellas 4. Tweede positie en dat levert 7 punten op totaal. Dat betekent dat de eindoverwinning in deze divisie gaat naar Hellas 4. Dat leek met 1 chip komen. En de rest even die chip af alsjeblieft. Zij gaan zich melden, Hellas 5. En Wipperwerk levert daarop dat zij ook in de eindstand vliegen van Hawaii vandaag. Maar ook in de eindstand naar een derde plaats gaan. Hier is Hellas 5. Vanavond is Pieter Tijl, Roland van Veen en Joost van den Broek. Staton, ja, dat was ambitieflijk gestart als team van Zuid in de noordelijke regionen, maar de koplopers hebben ze inmiddels ingehaald. Dus wat dat betreft wordt daar wel het een ander recht gezet. We begrepen overigens van de wedstrijdleiding dat daar niet zo heel zwaar aan gedeeld wordt. Dus ja. Hier is jullie de prijs van Pony van vandaag. Gefeliciteerd, boys. Ja, hey. Zijn in dit geval Hellas 4 uit Utrecht. Erg in de beker. Ik moet mezelf vasthouden. Dus. We hebben hier een fragment van het groepje. Was er niet bij, hè? In het zuiden. Kom maar klaar, Ben.